Ik vind alle vogels prachtig. Ik zou ze het liefst in mijn handen willen houden. Maar wat daar het dichtst bij komt, is eigenlijk het gaan tekenen, het op papier zetten, levend maken. Ja, eigenlijk zoals ik op deze tekening doe. Mijn vogelhuis. Het is bijna alsof je ze vast kunt pakken. Dat vind ik heerlijk. Als het maar even kan, zit Marjolein Bastin te tekenen. De verwondering en liefde die ze al als klein kind voor de natuur voelde, is ze nooit kwijtgeraakt. Nee, ik hou heel veel van alles. En daar hoort die koolmees gewoon bij. En nou ja, je ziet ze hier heen en weer vliegen om een kamer, omdat ik natuurlijk overal vetbollen en pinda's heb. Maar ik vind iedere koolmees opnieuw weer prachtig. Er gebeurt zoveel. Het is zo ontzettend mooi. Dat went nooit. Nooit. Eigenlijk iedere dag zie ik dingen waarvan ik denk, oh, wat prachtig, kan ik mee naar mijn tafel nemen? Of ik kan er even een schetsje van maken? Ik gebruik alles wat ik zie buiten. Ik ga iedere dag natuurlijk naar buiten. Of even, of langer. En je komt zoveel dingen tegen. Oh, je moet even kijken naar die mooie bank hier, met al die korstmossen erop. Als je dit heel groot tekent, dan ineens dan denk je, jee. Ja, dat zou een tekening kunnen worden. Ja, je kunt nooit van tevoren zeggen wanneer je iets wilt gaan tekenen. Het is er ineens. Marjolein Bastin haalt haar inspiratie niet alleen uit de Nederlandse natuur. Want met woonhuizen in Amerika, op de Cayman-eilanden en Zwitserland, is ze een echte globetrotter. Ze herinnert zich haar eerste bezoek aan Amerika. Ik kreeg helemaal het gevoel dat ik weer 4 was of 3 of kleuter was. Die hele grote rijkdom om zich heen ontdekte en die wou weten wat alles was. Het is heel gek, maar als ik in Amerika zit of op de Cayman-eilanden, heel ver weg ben van Nederland, dan verlang ik vaak heel intens naar Nederland. Juist dat kleinschalige, de geur van Nederland, het geluid van Nederland, de vogels, de kikkers. Ik ben er meer van gaan houden dan ik ooit deed, omdat het ook heel uniek is wat we in Nederland hebben. Maar de liefde voor de natuur blijkt voor Marjolein Bastin grenzeloos. En dus verschijnen er meer en meer uitheemse soorten in haar tekeningen. En alles verkoopt goed. Soms tot haar eigen verbazing. Japan en Rusland heeft op het ogenblik heel veel kalenders. En soms kom ik mensen uit Australië of Nieuw-Zeeland tegen die zeggen, ja, we hebben uw kaarten ook in ons land. Het gaat over de hele wereld. Het is zo leuk. Ik denk dat het heel veel te maken heeft met het feit dat ik ontzettend veel hou van wat ik doe. Van de natuur, van vogels, van bloemen, van alles wat ik teken. Het is niet zomaar van, oh leuk, ga wel weer vandaag eens maar een liefje tekenen. Het heeft altijd een reden waarom ik iets teken. En het is altijd puur enthousiasme en grote liefde. En ik denk dat dat op de een of andere manier een taal is gaan spreken, dat dat over alle grenzen heen gaat.